vragen. Mooi. Vandaag wel een hele toffe dag. We gaan langs allemaal tempels. Dus we gaan een beetje de old town van Bangkok verkennen. En vanavond gaan we lekker uit eten op een rooftopbar. Mm-hmm. Dit hebben we gekregen van mijn collega's bij First. Dus, het is nog helemaal een verrassing wat het gaat zijn, wat we gaan eten, wat we gaan zien. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er echt zin in vandaag. Ja, ik ook wel, ja. Ik ben benieuwd hoe het restaurant er ook uitziet. Ik ook, ja. Het zou er heel vet uit moeten zien en allemaal gekke tempels en zo. Dus ja, het wordt wel een goed dag. Het wordt een goede dag. Oh yeah. Ze zijn hier aan het bouwen. En dat doen ze hier letterlijk met de hand. En je hoort het eigenlijk al. Iets anders dan dat we gewend zijn. Oh. Daar zijn we weer. We zijn letterlijk aan het wachten op de Uber. En we zien langzamerhand hoe hij dichterbij komt. Dus weeping in. Is wel even spannend. Ja, dat. Het zit hier echt in een buurt dat je denkt van ik wil hier niet doodgevonden worden. Maar na dood. Maar dat heb ik tot nu toe bij elke buurt van Thailand wel. Dat is gewoon... Ja, dat is ook waar. Het is gewoon echt dikke bende eigenlijk allemaal. En volgens mij is het meer armoede dan achterstand. Maar wel gezellig. Nou, dat was Uber chauffeur nummer 1. Geen succes. Ja, het is wel ironisch. Want ze dachten dat het een beter idee was om een Uber te nemen. Maar terwijl we hier stonden te wachten zijn er minimaal 10 taxis en 5 van die tuk-tuks voorbij gekomen. We hadden er echt al lang kunnen zijn in de... Dus ik denk ook dat deze jonge heer verkeerd rijdt. En ja. Tromgeroffel. Ja, ja hoor. Nou, kijk, daar worden we vrolijk van. How do you say thanks in Thai? Khop khun krap. Khop khun krap. Ah, for gentlemen. Khop khun ka. Ah. Khop khun ka. Khop khun krap. Khop. Khop khun ka. Woman khop khun ka. Khop khun krap. Sawasdee krap. Hello, hi. Good morning. Sawasdee krap. Sawasdee krap. Ah, sawasdee krap. Ja. We zijn nu in de old town van Bangkok aangekomen. Het is echt een wereld van verschil. Het is hier zo bizar mooi. Echt super. We staan nu, dat zeker, en ik heb heel veel toeristen, die hadden we eigenlijk niet zo in ons gebied. Een stuk dooi. Sorry. We staan nu eigenlijk voor de ingang van de Grand Palace. Waar we uit de kleren moeten. Ja, onze kleren zijn niet goed genoeg. Dus ik doe een lange broek aan, ik moet iets om mijn schouders te bedekken. En dan gaan we ze even jullie laten zien wat allemaal hier voor moois meemaken. Nou, wat ik wil vinden van. Ja, leuk. Het is echt heftig hier. Niet alleen qua hissen, maar ook qua goud. En dan weten we ook waarom goud zo duur is geworden. Ze hebben hier alles ingedrukt. Nou, niet zo'n beetje. Zoveel goud. Ik bedoel, kijk alleen dit dan. Ik denk dat het niet gekker kan. Bam. What the fuck is dat? Groot waren we nu deze zien. Even naar beeld. Deze loopt helemaal door tot het einde van de gang daar. Luister dat je nu de achtergrond hoort. Het is een hele lange rij met allemaal lichtjes. En mensen hebben dus nu een hele lange rij om in elk pakje een cent te gooien als donatie. Ja, kijk, dus het is hier al die bakjes. En mensen gooien per potje gooien daar een centje erin. Het laat zoveel lawaai. Wel heel cool. Ik heb nog nooit zoveel Boeddha's in mijn leven gezien. Het zijn er zoveel en het blijven er maar meer worden. Kijk dan. En daarachterin zijn er nog meer. En is pas één muurtje in het hele gebouw. Nog meer. Nog veel meer.
Ik zei toch dat dat maar slechts één muurtje. Muurtje nummer 2. Ik kwam er dus net achter. Ik ging namelijk verkeerd zitten. We zijn nu in een tempel. En dat je die wachters blijkbaar niet met je voeten naar de Boeddha wijzen. Dus iedereen zit op zijn hurken of op zijn knieën. Zolang je voeten dus maar niet naar de Boeddha wijzen. Waarom? Geen idee. Maar het is zo mooi. Echt zo vet. Loop nou een bewaker langs de mensen. Er komt ook echt een bewaker naar je toe als je met je voeten verkeerd zit. Je zegt dat je je voeten bij je moet houden, maar niet naar de Boeddha wijzen. Zo bizar. Wat is bizar? Oh, ze stond zo precies in de midden dat ik dacht dat ze een standbeeld was. Ja. We gaan nou naar Wat Arun. Wat Arun. Oh, dat is 5 minuten lopen. Zeg bizar dit. Wie zo wel door heeft dat we weer een nieuwe gang intreden. Holy shit. En je blijft je ogen uitkijken. Ik zou niet verbazen als we 100 keer dezelfde route hebben gelopen. Alles ziet er ook wel hetzelfde uit, maar... Echt bizar. Je blijft je gewoon verbazen. Het is zo mooi. Zo gaaf hier. Ja, het is wel... lust voor het oog. Lust voor het oog. Maar goed, stel je bent boeddhist en je zou elke boeddha moeten gaan bidden. Bidden? Ja. Dan ben je wel echt een dag kwijt aan elke boeddha voorbij lopen. We zijn nu bij de derde tempel. Ik ben hier gewoon lekker gaan chillen. Dat is een timelapse aan het maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Het is hier heel druk, dus mensen willen ook langs ons heen lopen. Maar goed, vanavond gaan we lekker uit eten. Dus dat is super chill. In de tussentijd gaan we ook hier even lekker van de prachtige paal genieten. Maar moet je kijken, joh. Hoe mooi is dit? Ik ga het ook super hoog door. En het is echt... We zitten hier op de 33e verdieping. 32e verdieping, nee 33e verdieping inderdaad. Ja. Rico heeft hier net een nootje gekocht. En zijn reactie hierop was niet al te best. Dus ik ga het nu ook proberen, ik ben benieuwd. Maar niet. Zeg toch? Het is niet fijn. Maar het is ook niet dodelijk. Ja, maar het is niet dodelijk. Het is wel lekker, maar mijn tong is verbrand, jongen. Romantisch toch? Mega. Ik ga je nog even een tour van het restaurant geven. Het is zo gaaf. Hier zitten wij dus aan het balkon van het restaurant. De uitzicht op de stad. Hoe vet is dit? En een soort van nepboom aan de zijkant. Heel cool. En dan heb je hier de cocktailbar. Genoeg om hier een avond te maken. Dus kijk nou dit uitzicht, joh. Dit is toch te gaaf, joh. Zo leuk. Maar we zijn weer terug. We hebben heerlijk gegeten bij Above Eleven. Echt super vet. Je kunt heel mooi over de stad kijken daar. We hebben vandaag een mooi dagje gehad vol met tinkeltjes. Nee, we hebben eerlijk gegeten bij 7-Eleven. Above Eleven. Hadden we maar gegeten. Ik denk, ik leg dat even vast. Nee, we gaan nu heerlijk nog het laatste biertje doen. Pakken nog even een glas water. En dan gaan we heerlijk pitten. Dus we spreken jullie weer in een volgend wereldbericht. Houdoe!